Hallo. Nou, dan zijn we weer thuis. Zo snel gaat het nou. Ja, jullie denken, ze is huppatee weer thuis. Maar wat er allemaal aan de hand was, voor we hier waren, afijn, praat me er niet van. Maar ik ben weer thuis en gisteren weer gezellig op de bank bij mijn vent. Viel ik alleen maar in slaap. Dus we zijn vroeg gaan slapen, nieuwe serie begonnen. En nu zal het je misschien verbazen, maar ik ben dus op weg naar mijn lijncoach. Want ik was mollig. Ja, je zou zeggen, wie is er mollig? Ik. Ik was mollig en dat vond ik zelf en dat vond eigenlijk mijn uniform ook. Dus mijn uniform en ik hebben besloten dat ik dan maar ga lijnen. En daar ben ik er al een paar weken mee bezig en ik geloof dat het eindelijk lukt. Want eerlijk is eerlijk, ik heb Mr. Van der Velde gedaan. Nou, ik werd er alleen maar dikker van. Ik kan dat niet hoor. En vet eten en dan niks erbij. En lekkere vette vis en avocado. Daar word ik al misselijk van als ik eraan denk. En nu heb ik dan iets gevonden. New physics. Dus ik denk, nou ja, ik had een vriendinnetje. Die had het gedaan. En die was zo mooi afgevallen. En die zei, je moet zoveel eten. Dus ik ben naar de New physics gegaan. En toen dacht ik, nou, het zal wel. Maar ik kom daar dus binnen. En dus laten ze me alles zien wat ik moet eten. Nou, een enorme lijst. Ja, ondertussen zie je natuurlijk mijn nieuwe bril, hè. Fancy. Fancy. I love it. Ik kan er goed mee autorijden. Hij zit lekker stevig op de neus. Nou, en dan zegt ze van, ja, je moet dit eten. Dan moet je een tussendoortje. En dan moet je dat eten. Dan moet je een tussendoortje. En dan moet je dat eten. En dan moet je een tussendoortje. En ik moet zoveel eten. Dus ik zeg, ja, dat gaat niet gebeuren. Want dan word ik dik. Dan word ik nog dikker. Ik zeg, ik werd helemaal raadloos. Ik zeg, neem je tussendoortje, dus ga ik niet nemen. Ja, zegt ze, maar het moet. Ga het nou maar proberen. En ik denk, nou ja, vooruit. Een paar weken veel eten erbij kan nog wel. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Maar dan ben ik verdorie al 3,5 kilo kwijt. Nu eigenlijk denk ik even niet, na het vliegen. Want dan heb ik altijd 2 dagen lang dat ik toch wel vocht vasthoud en zo. Maar ik ben in ieder geval zo goed bezig geweest daar. Dat ik denk van, nou, ik moet in ieder geval niet zijn aangekomen. En ik moet eigenlijk wel een kilo kwijt zijn. Maar ik loop niet op de zaken vooruit. Want op mijn eigen weegschaal, die doet het dus niet. Zie ik het niet. Nou, ik heb je post-it. Ik ben bijna in Noordwijk. En ik ga eens even zien wat er is gebeurd.